Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit samen met de moeders en de hondjes in de auto. Want we zijn onderweg naar stal toe. Blondie heeft gisteren de tweede band gehad. En die moet 's ochtends gestapt worden en de verband moet er afgehaald worden. En dan moeten we even kijken of het geen heftige reactie heeft. Ja. Dus daarvoor gaan we even naar stal toe. Ik heb haar gewassen, ik heb de beentjes geschoren, dus ze is weer helemaal clean. Oh. Dat beter. Ik ben nu met haar 13 minuten aan het stappen, dus ik moet nog eventjes en dan mogen we weer terug naar Housen. Yay. We zijn weer aan het stappen, grazen. Dat moet ook gebeuren, 2 keer per dag, want Blondie, auw. Volgens mij gaat het best wel goed met haar. Gisteren is ook een paar vreugdesprongetjes naast me gemaakt. Dus volgens mij gaat het hartstikke goed met haar. Alles liep vandaag een beetje anders dan dat we verwacht hadden. En vandaag is het de laatste keer dat Blondie behandeld moet worden met eierenrep. Alleen Tess zou meegaan en die zou eerst 's ochtends nog even op het strand een galoptraining doen. En helaas ging dat niet helemaal zoals verwacht. Met als gevolg dat ze veel te laat terug zouden zijn. Dus toen moest ik alleen en nu waren we een beetje laat. Maar het maakt geloof ik niet uit, want volgens mij zijn we nog niet aan de beurt. Dus dat is niet zo heel erg. Maar goed, vandaag dus hopelijk de laatste dag of de laatste inspuiting. Met Blondie gaat goed door. Maar het zou wel fijn zijn als het zo meteen helemaal klaar is. En ze weer op mag gaan bouwen. En dat alles nog voorbij is. Dus Blondie, geen gekke dingen doen alsjeblieft. Een hele goede morgen. Ik ben samen met Blondie aan het grazen. We lopen nu iedere dag hetzelfde rondje ongeveer. Want ze is natuurlijk nog steeds kreupel. Ze heeft de laatste eierenrepbehandeling gehad. En nu is het dan 3 weken stappen. Hoep, hoep. Nou ja, niet heel fijn, maar ook niet heel erg. Maar deze week staat op de planning. Normaal gesproken zou ik zeggen een saai week, want Blondie kan alleen maar stappen. Maar ik ga naar België toe. Heel gaaf. Ik ga mee samen met Snet en Lianne. En ik weet niet of er nog iemand anders mee gaat. We zien dat wel. Blondie stond zo veel bewegen. En dan hebben we daar een internationale crosswedstrijd volgens mij. Dus daar ga ik heen. Oh, ik moet mezelf slaan. Ik wou eigenlijk zo in beeld hebben dat ik... Ja, dat weet ik. Dus dat is wel heel gaaf. Ik was natuurlijk al een keertje met Bram mee geweest. En nu met Jeanette en Lianne. Heel gaaf. De laatste week van de vakantie. Volgende week kom ik weer naar school. Geen zin in. Dus dan ben ik van woensdag tot met zondag weg. En ik mag gewoon filmen daar volgens mij. Dus dan kan ik jullie ook meenemen. Maar eerst nog even een paar dagjes thuis. Het is vandaag zondag. Dan hebben we maandag en dinsdag nog. En dan woensdag gaan we weg. Nou ja, ik. Samen met Johnny. Kijk. Wat een kunststuk. Die heb ik gemaakt. Dit is verpakking. Ik heb knotjes gemaakt zonder kwiknot. Het ging niet heel goed. Maar ze zijn redelijk te doen. Ik ga hem nu even poetsen. Want Johnny heeft zo'n dressuurwedstrijd samen met Jeanette. Magerheid, Jeanette. 3 paarden volgens mij. Of 2. Geen idee. Ja?
Maar vandaag in ieder geval deze. Hij is echt leuk. Dus ik heb hem geknopt. En nu hem poetsen. En zo opzadelen en dan rijden. Nederland. Zij bereidt Joop. Joop. In de two-star, ready to go, Simone Tranfa for Italy. She's riding Fanny Aurora dei Lepini. Lig je lekker? Hoi! In de 1-ster is de volgende Amazone Jeannette Chardon voor Nederland. En zij bereidt Iperta. Iperta. Wat een naam. Gaat ze er extra leuk op staan? Oh, nee, dit is te heftig hoor. Oh, doei.